Het was ooit de derde stad van Zeeland en toch is er niets meer van te zien. In de 16e eeuw zorgde een aantal stormvloeden voor de ondergang van Rijmerswaal. We lopen hier over de Oesterdam. Die is in de jaren 80 van de vorige eeuw aangelegd. Precies over het centrum van de stad Rijmerswaal. De derde stad van Zeeland, middeleeuwse stad. In 1530 overstroomd, in 1532 nog een keer en daarna nog een paar keer. En nou zie je er dus helemaal niks meer van. Is helemaal verdwenen. Rijmerswaal is misschien de bekendste, maar niet de enige verdronken plaats in deze regio. In Zeeland zijn 117 verdronken kerkdorpen bekend. Dat is het grootste aantal langs de hele kust van de Noordzee. Ze vielen ten prooi aan het water door de vele vloeden die Zeeland overspoelden. In de late middeleeuwen was er gemiddeld één watersnoodramp per 9 jaar. Net als van Rijmerswaal is van de meeste verdronken kerkdorpen weinig meer terug te vinden. Alleen bij laagwater verschijnen op sommige plekken nog de restanten van een vroegere bewoonde wereld. Dit is het kasteel van Nieuw-Langli waar we nu naartoe lopen. Dat zijn de funderingen van het kasteel. Daar gaat hij de hoek om, maakt hij een hele lange hangstuk naar die kant, gaat hij ook weer de hoek om. Nog een tussenmuur en daar hebben we ook een hoek van het kasteel. Het kasteel is een onderdeel geweest van het verdronken dorp Nieuw-Langli. En eigenlijk ligt het verdronken dorp Nieuw-Langli op het verdronken land van Zuid-Beveland. Samen met toch een behoorlijk aantal andere dorpen. Verderop zien we ook nog een heleboel funderingsresten, onder andere van de kerk van Nieuw-Langli en onder andere ook van een behoorlijk aantal huizen. Ook na de late middeleeuwen bleven stormvloeden een bedreiging voor Zeeuwse dorpen en steden. Zoals in 1570 de Allerheilige Vloed en de vloed van 1682 waarbij het dorp Valkenisse verdween. Rijmerswaal verdween dus in 1631. Maar de vergeefse strijd tegen het water was een lange en begon al een eeuw daarvoor. De stad Rijmerswaal was de derde stad van Zeeland. Een behoorlijk grote stad geweest met waarschijnlijk 6000 inwoners. De derde stad, dus na Middelburg en Zierikzee. Het was een belangrijke stad in Zeeland. Het had ook een haven en de handel in Meekrap was belangrijk. Maar het was ook een vrij kwetsbare stad. Want de omgeving van de stad was weggegraven door de moerenering, het weggraven van veen. En dan krijg je een bodemdaling. Dus als er een keer dan een dijkdoorbraak komt, dan is het een vrij laag gelegen gebied. En dan heeft de zee vrij spel en overstroomt dat gebied helemaal. En dat gebeurde dus bij de stad Rijmerswaal ook. De eerste bedreiging van de stad Rijmerswaal was op 5 november 1530. Tijdens een stormvloed, een heel beruchte stormvloed. Dat is de Sint Felix Kwade Zaterdag, zo wordt hij genoemd. En toen was de stad meer of meer al bedreigd en de dijken in de omgeving waren doorbroken. En in 1532 gebeurde dat nog eens een keer. Maar de stad Rijmerswaal was nog niet weggevaagd. Het bleef min of meer op een eiland liggen. Zonder handelswaar en achterland raakte Rijmerswaal in een grote economische crisis. Bovendien had de stad op het steeds kleiner wordende eiland nauwelijks bescherming tegen de oprukkende zee. En pas in 1631 is de stad echt voorgoed verlaten door de laatste bewoners van Rijmerswaal. Het waren nog wat arme mosselvissers en die hebben uiteindelijk de stad verlaten. Maar dat heeft dus 100 jaar geduurd. In 1634 verkochten de Staten van Zeeland de laatste overblijfselen van Rijmerswaal, zoals straatstenen en resten van poorten en muren. Aan het eind van de 17e eeuw resteerde van Rijmerswaal een klein eiland met slechts enkele ruïnes. Begin 18e eeuw verdween ook dit laatste restant in de golven. Maar amateurarcheologen hebben in de jaren 70 van de vorige eeuw nog wel gebruiksvoorwerpen van de verdwenen stad gevonden. Alles wat we hier zien is afkomstig uit het verdronken land van Rijmerswaal en Zuid-Beveland. Zoals hier dat kannetje, een soort kookpotje met pootjes. We hebben een voorraadkan, zoals deze. Prachtig ronde vorm. Veel meer ook zal er van Rijmerswaal niet gevonden worden. De Oesterdam ligt nu op de plek van de verdwenen stad en beschermt ons tegen nieuwe overstromingen.
Zeeland kent 117 verdronken kerkdorpen die ten onder gingen in tientallen watersnoden en vloeden. De ooit derde stad van Zeeland voerde een lange strijd tegen het water. Maar in 1631 volgde uiteindelijk toch de ondergang van Rijmerswaal.